Oh, ja. Ja, zie ik. Zo, toch een dikke tukmooi zit. Ja, op zaterdagmorgen, zo'n beetje eind september, dan is de feest in Zalk. En dat is niet zomaar een feest, want voordat je hier bent, moet je door allerlei obstructies heen. Want jullie houden heel goed in de gaten dat het niet te gek wordt hier. Ja, dat heb ik gemerkt. Maar dat je zoveel bezoekers hebt, dat zegt wel wat. Waardoor is het ontstaan? Dat je zegt van, we gaan iets doen met oldtimers. Wij zijn een ouderwets dorp. En ons bestuur houdt van ouderwetse auto's. We hebben liefde voor auto's. We hebben technische dingen in de auto's. Trekkers en motoren en motors. En jullie zijn begonnen met motoren, toch? We zijn begonnen eigenlijk, in het begin was een bestuur aan de dijk. Ja. En daar was alleen de trekkers. Oké. Okay. En toen hebben wij die bestuurders opgedoekt. En toen zijn we in 2017 zijn we begonnen met een nieuw bestuur. En het is nu inmiddels 6 jaar. Ja. En het is alleen maar uitgebreid. Ja, we zijn nu allemaal uitgebreid naar trekkers, auto's, brommers en motoren. En er is heel veel belangstelling voor. Ja. Want ik denk van, om dat te organiseren, hoe lang zijn jullie daarmee bezig? We zijn elk jaar komen we bij elkaar om te vergaderen en dan kunnen we kijken wat we kunnen doen en wat we niet hoeven doen. En is er elk jaar uitbreiding? Met de mensen die willen komen of lid worden kunnen ze ook bij ons. Oké. En daar kunnen ze dan altijd komen, zo kunnen ze ook bij die avond bijwezen. Maar dat betekent wel dat je dus een hechte groep hebt. Ja. Komen ze overal vandaan of woon je net zo? Nee, die komen overal vandaan. En die komen hier in de omgeving, sommigen komen zelfs uit Putten. Oké. En daar kunnen ze met de auto's, ja. Nou, het is natuurlijk geweldig om te zien van hoe auto's veranderd zijn. Ja. En dat niet alleen, maar ook de trekkers en de motoren. Ja. Dus om daar een mooi beeld van te krijgen, dat laten jullie hier perfect zien. Ja. Ik neem aan dat jullie nog een mooie toekomstplannen hebben. Ja, gewoon zo blijven doorzetten met meer mensen, met meer voertuigen en een gezellig clubje blijven houden. Maar kun je het dan nog wel organiseren in Zalk? Want het is krapjes, qua als je zoveel bezoekers krijgt, is het dan nog te doen? Jawel, we hebben altijd meer uitbreidingen, mogelijkheden. Oké. Okay. En straks gaan jullie een toertocht maken? Ja. Met auto's, trekkers? Alle voertuigen. Die gaan dan verschillende routes rijden. De trekkers gaan dan een andere route rijden dan de auto's. En een andere dan de brommers. Het ziet er heel mooi uit. En jullie hebben geluk dat het ook mooi weer is. Ja, dat klopt. We willen altijd leden bij hebben. Dus met andere woorden, als er nog mensen zijn. Maar dan moeten de voertuigen waarschijnlijk aan een bepaald jaartal voldoen? Ja, we zijn het liefst van oldtimers. Ja. Maar youngtimers, die pakken weg. Ouder dan 25 jaar? Ja, die mogen ook komen. Prima. Als je me lief hebt voor die voertuigen. Nou, ik zou zeggen succes nog. En wie weet wat er nog voor moois voorbij komt. Ja, bedankt.
Thank you.